een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups and Down en bij het verlepte weer. Ik heb Liam net naar schooltje gebracht en wij gaan nou eventjes naar de winkel. We doen een paar boodschappjes. Ik ben terug van de winkel. Ik heb gewoon wat boodschappjes gehaald. Appels, bananen, gehakt, broodjes, dat soort dingen. Ik ben ook even de Gouden Kruidvat in geweest. Ik heb eventjes een paar tutjes gehaald. Die waren nu ook afgeprijsd weer. Dus ik denk, laat ik ze even inslaan. En vandaag krijgen de twee ratjes dit. Jordi vindt het helemaal geweldig. En Sam weet ik niet. Dat gaan we proberen. Ze krijgen elke dag vers. Ik heb gewoon geen zin om nou fruit te gaan maken. Ik heb gewoon geen zin vandaag. Dus ik ga dat ook niet doen. Dus ja, vandaag. Krijgen ze zo dadelijk. Ik ben ook even bij de Action binnen geweest. En daar had ik deze twee gehaald voor op die planken. Af en toe doe ik gewoon eens een keer iets nieuws en dan vervang ik iets en dan, nou, dat. Ik heb ook deze gehaald. En ik denk, nou, die lijkt me wel makkelijk om bepaalde dingen mee schoon te maken. Dus we gaan dat gewoon uitproberen. Ik heb al ooit eens eerder in een vlog gezegd, ik heb altijd snoep in huis. Dus dat. En ik had ook pasverzachter nodig. Dus die heb ik ook gehaald. Nou, dat is wat ik gehaald heb. Dat was helemaal niet heel veel. Maar ja, er zijn wel dingen die je dan even nodig hebt. Dus ja, ik ga zo de kindjes fruit geven. En ja, is het echt fruit? Ik weet het niet. Een potje geven. Dus dat ga ik doen. En dan op het einde van de rit werd Jordi even helemaal zo grijnig. Ik liep de hoek om en hij begint me te schreeuwen. Hij had buikpijn. Dus nu zit hij even Boomba te kijken om even te relaxen. Om het even de level even wat lager te laten. Zodat hij misschien zelf even zo'n belasting kwijtraakt. Werkt heel soms af en toe. Dus ja. Moet ook iets te doen hebben. Oké, ik heb het ding uit de verpakking gehaald. Ik heb hem nog niet aangezet of zo. Kijk altijd eerst of er. Oh, er zit een batterij in. He, vet. Werk er vanuit. Of kijk, hier staat twist to remove. Oh, dat is ook nog eens handig. En dan kan deze erop, want er zitten er twee op. Ik weet alleen niet welke opzetstukken de wapen zijn. Dat ga ik zo even uitzoeken. Even kijken. Ik kan hem maar op één manier terug op. Oeh! Als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat het iets anders was. Het ding schreeuwt echt helemaal. Of een tandenborstel natuurlijk, dat kan natuurlijk ook. Voor de mensen die andere gedachten hadden. Maar ja. How to use, even kijken, Nederlands. Ik moet serieus mijn bril zoeken, ik ben mijn bril kwijt mensen. Oh ja. Yeah. Alleen bestemd gebruik. Alleen voor bestemd gebruik. Dompel het apparaat niet onder water. Raak de roterende borstelkop niet aan om letsel te voorkomen. Dus daar moet je het niet voor gebruiken, dames. Test altijd eerst op onopvallende plekken. Breng het water en reinigingsmiddel aan op het vuile onder. Juist. Nou ja, we gaan het gewoon tussendoor eens proberen. Als ik denk, hey, die kan ik daarvoor gebruiken. Ik zat eerder te denken gewoon aan de vloer. Maar wie weet dat ik nog iets anders bezin. Dus als ik hem ga gebruiken, zal ik het wel filmen. Maar ik dacht echt in eerste instantie dat het iets anders was. Wij hebben deze grote bengel weer opgehaald. En we zijn nou lekker een hapje aan het eten in de wolkenkar. Maar ik ga gauw doorlopen, want het waait hard. Wat een wind. Oh, mijn haar zit al nooit, maar nu zit hij al helemaal niet. Liam is nog heel even kaasstengeltje aan het eten. Jordi ook. Voor Sam heb ik een flesje klaar. Die is hier op de grond even aan het spelen. En die krijgt zo een fles en dan gaan ze lekker naar bed. En dan pak ik even pauze, want
Ik ben bezig geweest met van alles en nog wat. En het lijkt alsof ik nog niks gedaan heb. Ik heb de leider van de Bambix-bende even wakker gemaakt. Want ja, als hij te lang slaapt, dan is het vanavond weer feest. En daar heb ik geen zin in. Dus die is even aan het wakker worden. En Liam is ook al wakker. Sam lag nog te slapen. Het is een wonder. Dus ja, de twee druktemakers zijn alweer wakker. Sam is wat dat betreft heel rustig. Maar daar was Liam ook in op die leeftijd. Dus een jaar geleden was die ook nog steeds rustig. Maar nu? Ik durf er niks van te zeggen hoe dat hij zichzelf gaat ontwikkelen. Papa, ik heb je nieuwe tandenborstel gekocht. Dit dan? Dat is een afwasborstel. Nee. Waarvoor is het dan? Wat denk je op de eerste plaats dat het is als je het zo ziet? Ja, dit is gewoon stiekem. Nee. Nee, dit is een schrobber. Hij trilt zo erg. Dit is een schrobber, dit moet zeg maar schrobben. Ja. Ja, nee, is echt. Ja, dat zeggen alle vrouwen. Nou, dacht ik in eerste instantie ook. Ik zet hem aan, ik denk, oh ja, nee, dat lijkt heel op iets anders. Mm. Maar ik wou hem even laten zien als jouw tandenborstel. Moet bij Liam doen. Nee. Liam, ga bellen. Hallo? Liam, waar ben je dan? Liam? Hallo? Hi. Echt waar? En nou? Oh, oké. Ja. Een mooi verhaal. Ben je klaar met bellen? Moet je ophangen? Dan moet je ophangen. Ik hoor je nog steeds? Oh, oké, ja. Haha, tuurlijk, ja. Zijn we klaar met bellen? Hij denkt dat er iets achter de telefoon zit, hè? Goedemorgen. De kindjes zijn al even wakker. Nielsie is boven een beetje aan het rommelen. En gisteravond heb ik nog even mijn nagels gedaan. Dus die zijn ook weer in orde. En vandaag wordt in principe gewoon lekker een pyjama dagje. De kindjes staan nog lekker in hun pyjama. Hebben al schoenen, luiers, flessen, alles gehad. En ik ga vanmiddag, halverwege de middag, ga ik naar de kapper toe. En dan ga ik eens even een kapsel hierin laten maken. Want nou zou ik net een grease mee kunnen doen met die kuif. Jezus Christus zeg. Kijk, hij blijft gewoon staan. Dus ik ga naar de kapper toe. Ik weet nog niet precies wat ik ga doen. Ik weet wel dat ik dan van deze... Ja, ze noemen het de mullet. In ieder geval, daar wil ik vanaf. En ik denk dat ik mijn pony ietsjes korter wil. En dat er dan gewoon een modelletje ingeknipt wordt. En ik ga gewoon vragen aan de kapster of, ja, of ze een leuk kapsel weet. Wat dit? Dit is zeg maar zo'n punt dat je net moet laten doorgroeien. En als je het dan laat doorgroeien, dan is het goed. Maar er zit gewoon geen kapsel meer in. Ja, het zit gewoon niet. Dus ik kan er vrij weinig mee. Dus de bedoeling is dat ik er weer iets mee kan. Dus dat is eigenlijk het ding. Ja, ik ga dat in ieder geval vandaag doen. Voor de rest is gewoon lekker relaxed. Straks wel even naar de winkel, maar dat kan straks. En voor de rest gewoon rustig. Ik ga gaan slapen. Ik werd echt iedere zoveel tijd wakker. Soms heb je die nachten. Nee, maar niet zozeer qua kindjes. Ja, Sam is één keer heel erg wakker geweest. Dat heb ik echt bij me moeten pakken. Maar verder, nee. Verder is er niks, was er niks aan de hand. Ja, ik heb pijn. Maar, ja.
dat. In ieder geval, vandaag niet veel bijzonders. Ik zit gewoon even heel simpel mijn broodje te eten. Liam en Sam zitten ruzie te maken samen. Ik los ze op. Het begint in één keer Jordi heel hard te schreeuwen. Ik denk, wat? Wat is er aan de hand? Dus ik denk, dat is een ander filmpje die hij op wil. Dus ik zet een ander filmpje op. In één keer zie ik allemaal bloed. Heeft meneer hier gewoon even op zijn lip gebeten, die slimmerik. Ik denk, wat heb jij nou gedaan? Nou, dat dus. Aangezien hij mij niet kan vertellen dat dat aan de hand is, hoor je alleen maar geschreeuw. Dan moet je gaan uitzoeken wat er aan de hand is. Welkom bij het leven van een non-verbaal kind. Nee, niet op de grond, gek. Jordi heeft ook een kauwstaaf, meerdere. En ik weet niet of jullie hem ooit daarmee gezien hebben. Maar het is dus de bedoeling. Hij doet daarmee frommelen. En hij stopt het in zijn mond. Net als een tutje eigenlijk. Ik weet niet of jullie dat ooit gezien hebben, maar dit is wel wat hij regelmatig krijgt. Om ten eerste kauwstimulatie te krijgen en het is een soort sensory ding. Dat hij zeg maar ermee kan frunniken en in zijn mond kan stoppen, omdat hij alles met zijn mond doet. Dus een bepaalde geestelijke leeftijd die hij heeft. En ja, dit zorgt er eigenlijk voor dat hij een soort bepaalde spanning in zijn kaken kan verminderen en ja, bezig is en dat soort dingen. Er zit nog wel wat meer achter, maar dit zijn de hoofdzaken eigenlijk. En Jordi bijt nog wel eens, dus dan geven we hem die kauwstaaf, omdat hij daarin moet bijten en dat doet hij dan ook. Ik heb even gedoucht, gezorgd dat mijn haar schoon is. Niels die is met de kindjes nou, die gaat zo Liam oppakken en ik ga nou even naar de kapper. We beslissen in de stoelpas wat we gaan doen. Spannend, hè, Niels? Nee, hoor. Maar dan? Als de kwartjes sluit, ik je gewoon de rest van het jaar op. Zijn antwoord dus. We gaan het zien. Ik weet het nog niet. Ik ga echt pas beslissen in de stoel. Nou, dit is het een beetje geworden. Zo dadelijk ga ik eventjes gauw de douche nog in. Want even afspoelen en dan gelijk met het kindje even in de douche. En nu, ik heb bossenbollen gehaald. Gaan we dan lekker met de kinderen eten. Lekker. Wij zijn even naar de winkel geweest. En we staan in de winkel. Toen zeg ik Niels in één keer. Ik heb eigenlijk zin in friet. Dus ik weet niet wat we hier doen. Ik zeg tegen hem, ik zeg, had je dat niet even eerder kunnen vertellen? Ik zeg, we hebben de kindjes gedoucht. We zijn gauw naar de winkel gegaan. Ik zeg, om dus het eten voor vanavond te halen. Ja, maar ik heb eigenlijk toch zin in frietjes. Ik zeg, nou. Ik zeg, oké. Je hoeft eraf. Eraf. Ik zeg, nou, oké, weet je wat? Ik zeg, dan bestellen we wel chicken fries. Niels moest nog heel eventjes bij de bouwmarkt ook halen. Dus die is nou gauw naar de bouwmarkt toe. En, ja, ik ga nou dan op de chicks and fries, of hoe je ook noemt, ga ik nu zitten wachten. Want ja, hè. Dus die gaan we allemaal halen. Want ze hadden ook geen ijsthee meer bij de Albert Heijn. Ik heb ook gelijk even pap gehaald. Voor Jordi en voor Sam. En we waren even gauw de Action ingegaan. Want ik zeur altijd dat mijn oortjes leeg zijn. Dus dan heb ik oortjes voor boven en oortjes voor beneden. Dat is ook wel fijn. Want mijn koptelefoon is ook vaak leeg. Zoals jullie horen is Sam aan het huilen. Die heeft honger, die wil naar bed. Ja, Liam, lachen. Doet hij nou lachen? Ja, hij doet nou lachen. Liam die is al helemaal klaar voor zijn bed. Jordi is dadelijk aan de beurt. Niels die gaat nou Sam neerleggen op de kussen. En de fles geven. En dan gaat hij Liam naar bed brengen. En ik ben ondertussen gewoon bezig. Hallo.
Wat moet papa doen? Ik ben heel moe, maar... Papa moet even kloppen. Kloppen in de handjes. Blij, blij, blij. Op papa is een bolletje. Jordi is een bolletje. Allebei. Tweemaal in de hoogte. Tweemaal Jordi zijn. Zij. Zo vaart onze Jordi voorbij. Ei, ei. En nou is het klaar. We gaan slapen. We gaan slapen. Ja. Kom. 1, 2. Papa kus. Kan papa ook bellen met de voet? Nee, papa kan niet bellen met de voet. Hallo? Hallo? Wie is aan de telefoon? Ik moet gewoon lachen. Hij is zo moe. Hij gaat lekker slapen. Kom, papa en de. Een hele goede morgen. Jordi ligt nu bij ons in bed. En Sam die is aan het huilen omdat hij geen aandacht krijgt. Sammy. Sammy, waar ben jij? En daar is Jordi. Ja. Ja. Oh. Jordi is heel vrolijk. Maar goed, we gaan de kindjes uit bed halen en dan een flesje geven. Zoals jullie weten, het is vandaag zondag en elke zondag doen wij lekker met het gezinnetje samen ontbijten, lunchen, brunchen, wat je er ook van wil maken. Dit is het bordje van Liam en er komt nog een hamkaascroissantje bij. Dit is het bordje van Sam, er komt ook nog een croissantje bij. Dit is het bord van Jordi. Jordi krijgt geen eigen bord, want Jordi gooit met het bord. En dat is niet verstandig. Dus Jordi wordt het iedere keer aangegeven. En ik heb chocopasta croissantjes gemaakt en ik heb hamkaascroissantjes gemaakt. Die krijgt Sam en die krijgt Liam. En als ze daarna, ja Jordi krijgt die ook, maar als ze daarna denken van ik wil er nog één, krijgen ze er nog één. Dus mocht je dit op een zondagochtend kijken, smakelijk eten. Inmiddels zijn we lekker aan het eten. Je kan wel zien wat bij Liam favoriet is. Meloen. Watermeloen, de rode. Hij is lekker bij de achterbuur van bezoek geweest. Ja, hij is bij de petumbuur hoor, die bezoek geweest. En tante Alexandra. Ja. Oh, arme kleine George, dat klinkt niet zo best. Wat leuk daar, hè? Lekker. Jordi is ook lekker aan het happen. Die hebben we nou om te oefenen ook allemaal stukjes. Juist, ja. Dus dan moet hij even hard werken. Dus gewoon elke zondag. Dan zitten we toch langer aan tafel. Dus kunnen we meer oefenen. En Sammy die heeft ook lekker een eigen bochtje. Een eigen croissantje en alles. Dus vanuit ons nogmaals smakelijk. Wij zijn allemaal wakker. En aangekleed. En dan gaan we op bezoek bij iemand. Waar we al heel lang op bezoek moesten. Wat gaan we nou doen? Ja, ik ga daar niet filmen. Dus het spreekt gewoon voor zich in dit geval. Wij zijn net terug. En ik ben nu erwtensoep aan het warm maken. Die had ik uitgehaald van de vriezer. Dus we gaan daar erwtensoep eten. Ik heb voor de kindjes ook nog pannenkoekjes. En... voor onszelf nog wat kip van gisteren. En Liam denkt dat hij met de autosleutels kan bellen. Wie heb je aan de telefoon? Hij is heel gesprek aan het voeren. Wie heb je aan de telefoon? Jordi zit even een filmpje te kijken, even rustig worden. Sam zit lekker even te spelen. Niels is voetbal aan het kijken.
Zo, de kindjes liggen lekker in bed. Wij gaan hier nog een beetje opruimen. En dan ook naar bed. Mama is de laatste tijd heel erg moe. Dus woensdag komt er geen vlog online. Want ik kan ze even wat opladen en dan is ze vrijdag weer met de nieuwe vlog opgeladen erbij. Ja, ja, het komt ook omdat Sam de laatste tijd 's nachts heel veel wakker is. En ik gewoon zo verschrikkelijk moe ben ervan. Plus, ja, ik moet gewoon even op mezelf letten. Ja, dus dan zie je ons vrijdag weer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.